Dames en heren, jongens, meiden, een hele goede morgen. Vandaag in de allerlaatste aflevering van Kort Door de Bocht gaan we niemand minder op pad dan Emre Drijs. In de serie Kort Door de Bocht neem ik het wederom op tegen verschillende YouTubers, maar ditmaal op de kartbaan. Naast de vrije training kwalificatie neem ik het tegen ze op in een race van maar liefst 10 ronden, nadat we ze uiteraard beter hebben leren kennen in de auto. Goedemorgen meneer. Hoe is het? Voor de uitnodiging. Je hebt wat nieuws, voor mij is dit een primeur, hè? Ja. Hij staat net op jouw YouTube kanaal. Ja. Klopt, pas een paar dagen denk ik. Ja. De M3, het is vanaf geworden, de RS6. Het is geworden de M3 inderdaad. Ik was echt toe aan iets speels. Ja, snap ik. En mensen zullen me natuurlijk wel voor gek verklaren, want in de zomer rijd ik een RS Quattro. Ja. En in de winter ga ik naar een 8 uur aanrijden. Het is niet helemaal de ideale transitie dus, inderdaad, maar daar ga je wel achter komen. Nee, maar heel veel mensen zeiden van waarom niet de M4? En we hebben nog een tijdje over jouw auto gehad natuurlijk, wat ik eigenlijk precies... Eigenlijk qua opties en zo precies in het plaatje past, maar ik wou toch een M3 vanwege de praktische M3 is net even wat praktischer inderdaad. Daar al achterin is te doen, maar dit is gewoon een stukje makkelijker. Precies. Hè. Maar je wil de allermooiste wielen verkrijgbaar bij BMW. Daarom heb ik hem ook gekocht. Lekker. Ja, die zaten er al onder gelukkig. Ze schijnen heel duur te zijn. Maar dat ze zijn redelijk duur, ja. Ik weet nog, toen ik voor mij keek met de banden 4S, jij hebt Supersport. Ja. Was het volgens mij, ik had een gebruikte set, 4.500 euro. Zo. Wat ik ook wel lachen vind, dat die 19 inch voor 20 inch achter. Ja. Ja. Dus dat is ook wel lachen. En de kleur is niet zo, ik moet zeggen, mineral grauw, best wel mooi. Ik vind het ook heel chic. En carbon dak, dat hoort eigenlijk op een M. Ja, een 10. Dit zijn ze. Hey, ik vind hem erg vet, maar hij is niet helemaal origineel. Jij mag erin rijden. De rest bespreken we dan in de auto. Ik denk normaal moet ik in rijden, toch? Dat is jouw programma, zeg maar, een beetje. Maar aangezien jij al 2 jaar in een M4 rijdt en ik pas een paar weken, denk ik, kan je meteen voelen of hij vers is. Ik ben wel benieuwd. Dus we gaan het zien, jongens. We gaan aan boord van de M3. Zo. Rijdt, jongen. Rijdt hij al? Ik voel me vereerd dat ik mag rijden in jouw nieuwe auto. Ja, je bent wel een van de eerste. Dus dat is wel weer mooi. En aan de andere kant. Voelt een beetje bekend. Een beetje wel. Ja. Ja, je hebt ook Alcantara een stuurtje. Ja, ik heb wat voor je. Een leuke Emre Drives hoodie voor de koude dagen. Oh, dat vind ik wel heel tof. En hij zit echt heel goed. Oh, dat vind ik wel heel tof. Oh, die ga ik zeker dragen. Dankjewel. Ja. Oh, dat ga ik zeker doen. Dankjewel. Ja, dit is hem. Originele uitlaat. Ja. Wel, zag je? Dat zag je al. Maar ik zie hier ook deze teller, dat vind ik ook echt vet. Ja, maar ik heb hem. Ik zal je uitleggen waarom die niet meer werkt. Oh. En start hij ook op sport altijd? Die veer? Ja, raar is dat, hè? Hij is zo'n rare setting. Hij start dan op efficiënt, sport en sport of zo. Ja. Dat je echt denkt, welke clown rijdt er in efficiënt, sport en sport? Dat is ook weer typisch, denk ik. Nou ja, ik denk dat de sportstand. Dat de normale stand is. Dat voel ik ook, want in comfort wordt hij te nep. Ja, zeg maar. Dat snap ik wel wat je bedoelt, ja. Er zat een stage 1 tuning op van 530 pk. Ja. Wat bizar is, van 430 naar 530 pk en is naar 750, zo'n 750 Nm koppel. Ik heb daar een week mee gereden met zo'n tune. Dat heb ik eraf gehaald. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb hem, hij is nu weer origineel. Heel goed. Dus ik ben een beetje, ik ben een beetje iemand van origineel. Ja, nee, dat los daarvan. Ik vind dat een M heeft echt niet meer vermogen nodig. Ik heb dan die GTS software erop. Ja. Dat is omdat het dan gewoon net even wat scherper is. Zoals nu inderdaad. Ik heb nu een versnellingspak 2. Dat is best wel relaxed. Achterwiel aangedreven auto is niet zozeer leuker als je 500 plus pk hebt. Weet je? Nee, helemaal niet. En deze auto heeft 431 pk dan. Nog niet eens de competition. Nee. En ik vind hem nog leuker dan mijn C63S, in de zin van, die had te veel kracht en die kon ik nooit gebruiken. En die was niet eens getuned, mensen tunen die ook nog meestal. Deze was een stage 1. Ja. Uitlaat was wel standaard. Uitlaat was standaard. Ja. Maar ik zie op gespot.nl of autogespot.nl, zie ik foto's van deze auto. Is toch prima? Goed, toch? Ja, een originele uitlaat. Verschil ook tussen een competition en een DCT variant is dat je niet dat pruttelen hebt. Oh, komt die pruttelen in de competition dat is, voor? Competition heeft het ik denk al, waarom knettert die niet? Ja, dat heeft de DCT ten opzichte van de competition niet. De competition heeft het wel fabriek af. De non-competition heeft het niet, oké.
Ik dacht al, waarom knettert hij niet? Want hij hoort knetteren altijd, dacht ik. Maar ja, goed. Ik moet ook wel eerlijk zeggen, voelt hij toch wel, ja, nu met die 20-inch velgen misschien niet, maar hij is comfortabeler dan de Competition. Ja, scheelt wel veel hoor. En de Competition is wat stugger en wat lager ook, toch? Ja, klopt. Dus daar ben ik wel blij mee met mijn huidige leeftijd. Ik ben niet heel oud, maar ik ben ook geen 18 meer. Hoe oud ben jij? 31. En dus, vertel even wat jij doet, want veel mensen die kennen jou van het YouTube kanaal Emre Drives. Ja. Wat ik oprecht vind dat je super goed doet. Ik kijk er altijd met veel plezier naar. Ik vind het vooral altijd leuk inderdaad als mensen andere soort content proberen te maken. Ja, los van natuurlijk de standaard rijtesten die je ziet op de reviewer kanalen. Ik vind het echt vet dat jij het ook weer op een heel andere manier bekijkt. Ik begon in de coronapandemie omdat ik verplicht dicht moest met mijn rijschool, want ik heb een rijschool mensen voor beroepsopleidingen. Sorry. Die toon is zo lekker. Lekker. Klinkt, en 7500 toeren voor een turboblok, hè? Dat is echt veel. Dat is veel, hè? Ja, dat is echt heel veel. Dus dat beseffen, bij die RS6 was ik al bij de 6000 klaar, zeg maar. 6500. Heb je niet lang gehad, dat verbaasde me wel. Zes maanden, toen nam je afscheid van je RS6. Maar ik vond wel een goede auto, 10.000 kilometer meegemaakt. Ik moest een stapje terug, ook financieel. Okay. Ik heb een huis gekocht. Ja, nou ja, fair. Ja, zo is het toch. Kan niet... Het is heel duur tegenwoordig. Dus. Het is zeker met de rentestand van momenteel. Ja. 6% in sommige gevallen heb ik al gehoord. Ja, maar ook als je een paar nieuwe badkamers wilt tegenwoordig. Dus dat helpt ook allemaal niet. Nee. Maar geef maar even gas dan. Zou ik zeggen met dit weer. Ja. Straks belanden we nog daar, maar maakt niet uit. Hoe vind je hem rijden? Rijdt goed, man. En remmen? Zo anders. Ja, jij remt met zo geraans. Anders. Maar ik vind de stalen remmen van BMW vind ik altijd goed. Ja, het verschil is... Echt. Ik vind alleen keramisch inderdaad, dat is net even die extra bite die je hebt. Ja. En ik vind nu inderdaad, hij gooit er meteen het van... Lach, hè? Meteen het vermogen. Maar welke stand rij je nou? Dit is nu MDM. Oh ja. Dus daar staat hij... Dan pakt hij hem toch gewoon op als het fout gaat, toch? Nou, dan probeert hij iets minder snel dood te laten gaan. Ja. Ik zal er niet altijd op vertrouwen. Ja. Voor nu gaan we natuurlijk naar de kartbaan. Ja. Ben je er klaar voor? Ja, spannend. Ik heb het nog nooit eerder gedaan. Dus het schijnt de grootste kartbaan van Europa te zijn. De grootste indoorkartbaan van Europa, inderdaad. Precies. En dan gaan we eens even kijken of jij, mij kan verslaan op de kartbaan, jongen. Ik heb er zin in. We gaan het zien. Ik wil je onwijs bedanken dat ik mocht rijden in deze auto. Ja. Vind ik super vet. Ja. En dan gaan we nu plannen. Doe kijken. Right, jongen, ben je er klaar voor? Ja, zeker weten. We hebben dus een mooi paar schoenen voor jou geregeld. Echt? Kijk eens, daar komen ze. Zo aangevlogen. Alsjeblieft, dan zijn we net zo snel. Kijk en zo meteen gaan we ze op de kartbaan tegen elkaar opnemen. We gaan eerst even een hiertje proberen. Gaan we even kijken hoe zijn de karts, hoe is de baan, wat voor tijd zet je neer. Ja. Moet er eventueel een soort van verschil komen in onze tijd? Ik zet een tijd neer, jij zit als daar nou ineens 10 seconden tussen zitten, dat jij sneller bent uiteraard. Ja. Dan krijg ik een voorsprong. Ja. En daarna gaan we tegen elkaar racen. We gaan dan 10 minuten lang of 10 rondes tegen elkaar racen en dan gaan we kijken wie is de winnaar en ga jij de tijd van Shahid verbreken? Ik ben benieuwd. Let's go. Nou jongens, ik ben benieuwd. De nieuwe schoenen. Kijken of ik smaak heb, want ik mocht ze uitkiezen toch? Kijken. Ja, dit is wel een mooie kleur. Beetje donkerblauw. Jouw pak en die is van mij, denk ik. Oké. Gaat het passen? Ik denk het wel. Oké. Die is van jou? We gaan hem aandoen. Nou, check. Laten we proberen, hè? Ik ga even de kleedkamer in. Dat doe je verrekt handig, goed, maat. Ja. Ik ga eens kijken of ik ook een trucje kan. Als ik hem nou gewoon zo doe. Ja. Dan... Zo, dat heb je goed gedaan. Stop, hè? Nu zijn we echt klaar voor. Graag, man. Schoentjes, pakkie. Ik ben er klaar voor.
Let's go. Helmpie? Ja, laten we eens. Moet? Handig. Ja. Ik hoop dat dit goed afloopt aan het einde van de dag. We zien een leuk hectometerpaaltje daar, wat me meteen opvalt. Misschien hebben we daar weinig aan. Ik hoop dat het goed komt. Het is koud. Dus dat zal wel extra glad zijn. Maakt dat wat uit, temperatuur? Maakt dat zoveel uit? Tuurlijk. Als het asfalt kouder is, heb je minder grip. Het gaat om millisecondes, jongen. Ja. Is dat, dat lijkt een beetje op hout. Nou, we gaan even kijken, even snel. Het is wel krap hier, hè? Kijk, hier wordt het wel wat krapper. Stukje hout. Nou, dit is natuurlijk wat gladder zal het zijn, denk ik. Toch? Ze lopen wel echt goed, overigens. Verdomd goed. Ja, ik ben er klaar voor. We gaan racen. En niet te fanatiek, hè? Nee, nee, nee. Doe ik iets fout? Kijk. Lekker. Deze is stuk. Moet even een andere hebben. Even wisselen. Ben jij tevreden met je kaart of ja. Heb je een andere nodig? Nee, helemaal goed. Ja, die is goed? Ja, man. Weet je zeker? Ja. Oké. Okay. Nou, 1.16, hè? 1.14. Ja, voor jou ook eigenlijk heel slecht. Ja, maar de vorige keer reed je dus een 1.10. Ja, dat bedoel ik. Dus ik heb nu een andere kaart gepakt. Dus dat gaan we proberen. Is dat weer een testronde of gaan we? We gaan nu nog even een keertje testen. Oké. Okay. Dus als je nog denkt van, nou, ik wil toch een andere. Ja? Ja, dan kan ik het vergelijken. Op zich. Weet je wel? Ja. Kijken of ik het beter doe. En dan, voor de echte race, dan kies ik juist de goede, zeg maar. Daar kies ik de goede. 1.16. Voor mijn eerste keer. Dat was mijn beste ronde. Ho. Nee, deze gaat veel beter. Deze wil niet eens starten. Ja. Was al iets beter. Baantje was nog een beetje koud, maar wel een 1.10. Oh. Ik moet echt afvallen, man. En? Steeds beter? Gevoelsmatig leek die andere beter, maar ik heb hier wel beter tijden gehad. Zo, right, jongen, ben je er klaar voor? Zeker weten. 1 en 2. Weet je wat? Ik pak jouw auto, want die was sneller. Jij mag gewoon in die van mij. Dat is wel zo eerlijk, denk ik nu. Er zijn 5 seconden tussen, hè? Ja, maar misschien is het oneerlijk, snap je dan? Ah, jij denkt misschien dat ligt het aan die auto, is. Ja. Dat ik die heb. Kijk, als je deze ook gewoon 1.10 haalt, dan ben je echt, dan ben jij het gewoon. Weet je? Jij geeft nu lucky nummer 7 weg. Voor 31, omdat hij sneller was. Je weet zeker? 31, jongens. Je weet zeker? Weet het, ja. Oké, okay. Nou ja. Dat gaan we zien, jongens. Ik denk dat het aan de auto ligt, dus. Ah. Banden zijn goed warm. Banden zijn warm.
Wanneer starten we? Als de lichten uitgaan, gaan we starten. Goed. Even een voorsprong. Zal ik je wat grappigs vertellen? Wat zei je? Zal ik je wat grappigs vertellen? Deze is een stuk sneller. Ja? Ja, ja, dat voelde ik wel, ja. Ik reed 1.9. Ja, man. Ik kwam maar niet... echt knijterhard. Ik kwam maar niet onder die 1.14. En ik denk als ik in die had gereden, misschien 1.13 nog. Maar je wordt ook moe, man, op een gegeven moment. Concentratie, hè? Ja, het is maar wel leuk. Top! We hebben er weer een. Een 1.99. Ja. Lekker! Dus hij reed beter. Ik reed, ja. 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 Maar hij had wel wat minder grip, maar hij ging zo hard. De eerste keer dat ik daar in die bocht kwam, met die kar was die vol gas. Ja. Dacht ik, oh, dat was niet vol gas. Ja. Die was niet vol gas. Ja, maar, toen op een gegeven moment had ik 1.10.1, 1.10.2. Ik denk, koste wat het kost, die 9 komt erop. Ja, ja, dat is wel de snelste van alle afleveringen voor jou, toch niet? Ik had daar dus met Shahid een 1.96, Shahid reed 1.94 en nu een 1.99. Okay. Maar, met Oscar kwam ik niet in de buurt. Dus Oscar, je bent zeker niet sneller. Voel je ervan, jongen? Ja, leuk. Bijzonder. Ik kwam maar niet onder die 1.14, maar goed. Ik denk, jij gaat mij eraf rijden. Ik ga op een gegeven moment. Jij komt achter me aan daar in die bocht. Ik denk, nou, ik moet toch wel even een stukje rechtdoor. Ja, ja. Gelukkig lag er een extra stukje asfalt. Maar lekker man, echt leuk. Over 6 maanden doen we een rematch. 6 maanden rematch Hero. Yes, deal, die staat. Kom ik in de tussentijd oefenen. Stiekem oefenen, gewoon gezellig Hero bij Jack op de kartbaan. Ja jongens, denk dat je er was. Dit was hem alweer hè? Dit was hem alweer jongens. Dit was de laatste aflevering, twisten. Voor nu de laatste aflevering. We hebben er 5 opgenomen. 5 fantastische mensen mogen ontvangen hier op de kartbaan. Samen met Blackstone. Ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vonden. Ik hoop dat jullie de leuke serie vonden. Geniet de like, geniet de abonneren en dan zien jullie weer heel erg snel. Mazzel hè. Bedankt voor de uitnodiging. Top.